De politie heeft in het Mastbos en bij de Gelderse Meren bij Breda gezocht naar de vermiste Marleen de Wijs. De vrouw van 41 wordt al sinds 21 april vermist. De vrouw kwam die dag niet opdagen bij haar afspraken. Ze is sinds die dag ook niet meer in haar huis geweest. De politie zocht met ongeveer 30 mensen en kreeg daarbij hulp van een speciaal zoekteam. Ondanks die inzet is Marleen nog niet gevonden. Politie en Staatsbosbeheer zoeken hier aan de Gelderse Meren, omdat uit Instagram-berichten blijkt dat ze een dag voor haar vermissing hier is geweest. En Marleen die komt vaker hier aan de Gelderse Meren. Daarnaast zegt de politie ook dat het een urgente vermissing is, want uit diezelfde Instagram-berichten blijkt dat Marleen sinds januari af is van de medicijnen. En dat kan nare gevolgen hebben. De politie kreeg bij de zoekactie hulp van het Veteranen Search Team, een groep vrijwilligers die helpen zoeken bij een vermissing.